Misschien een beetje woordenschat, die jullie denk ik alle drie al gaan kennen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik zal het hebben over de gemeenschappen en de gewesten in België. Dus de Vlaamse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap, de Duitsstalige gemeenschap, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijke gewest. Maar straks gaat dat iets trager. En dan nog over de verschillende gemeenschapscommissies in Brussel. Oké. En ik start mijn uiteenzetting nu. Beste collega's, onlangs na een tolkopdracht in Luik met Nederlanders en Fransen onder andere, kwam plots die vraag: hoeveel regeringen heeft jullie land eigenlijk? Ik keek mijn collega aan, die ook een Belgische collega was, en ik zei, denk ik, 7. Zij zei 9, dacht ik. Iemand anders zei dan nog nee, 5. Bon, de Belgen weten het blijkbaar zelf niet zo goed, hoe de vork precies aan de steel zit, mezelf inbegrepen. Nu heb ik een beetje opzoekwerk gedaan en ik heb daarvoor fiches ter beschikking. Die heb ik nu vergeten, die zitten in mijn tas. Fiches die iedereen eigenlijk gewoon kan aanvragen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bij het parlement. Waarop eigenlijk allerlei informatie staat over hoe België precies werkt. Over de Kamer van Volksvertegenwoordigers natuurlijk, maar ook over de Senaat en de regering. Een beetje over van alles, heel interessant. Dus ik heb daar een beroep op gedaan, om dit onderzoek een beetje, of dit onderwerp tenminste, een beetje uit te spitten. En daarvoor heb ik eerst en vooral teruggegrepen naar de grondwet. Onze Belgische grondwet die is ontstaan of opgericht in 1831. Toen is die aangenomen door het Nationale Congres. Maar toen, op dat moment in 1831, was de enige officiële versie een Franstalige versie. Dat wil ik er wel bij zeggen. Er bestond ook een Nederlandse vertaling, maar die had geen officiële waarde eigenlijk. Dat was slechts een vertaling. Het duurde tot in 1967, vooraleer er ook effectief een authentieke Nederlandse tekst was. Die dus niet puur een vertaling was, maar ook echt een officieel document was. En pas in 1991 was er een officiële Duitse versie. Goed, in de grondwet staat in artikel 1, België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Jullie weten hoogstwaarschijnlijk wel dat er 3 zijn van elk. Hè? De Vlaamse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap, voor de 3 gemeenschappen. En dan 3 gewesten, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dan in artikel 4 van de grondwet staat: België omvat 4 taalgebieden. Ja, ook dat is bij de meesten onder ons wel bekend, hè? Nederlands, Frans, Duits en dan het tweetalige Brussels hoofdstedelijk gewest. Nu, sinds 1831 is die grondwet al 8 keer gewijzigd. De eerste 2 keer dat was om het kiessysteem in België te hervormen. En de laatste 6 keren, de beroemde staatshervormingen, dat was telkens om van het unitaire land België geleidelijk aan een federale staat te maken. Maar goed, hoeveel gezagsniveaus zijn er nu precies in België? En hoe zit het precies met de bevoegdheidsverdeling? Wel, ik kan u zeggen dat er in principe 5 bestuursniveaus zijn. Dus het federale niveau, dan het gemeenschapsniveau, het gewestniveau, het provinciale niveau en het gemeentelijke niveau. Om volledig te zijn, moet ik daar echter nog een niveau aan toevoegen. Het is namelijk een niveau dat steeds meer aan invloed wint, dus we kunnen het niet zomaar weglaten. Dat is het Europese bestuursniveau. Dus eigenlijk hebben we 6 beleidsniveaus. Hoe zit het nu precies met de bevoegdheidsverdeling binnen die 6 verschillende niveaus? Ik zal het even trachten ruw te schetsen. Eerst en vooral is er het hoogste niveau, dat is het supranationale beleidsniveau, zoals we het noemen. Het Europese niveau dus. En het doel daarvan is eigenlijk om het gemeenschappelijke beleid te verwezenlijken binnen de Europese Unie. En dat niveau is bevoegd voor verschillende domeinen. Een aantal voorbeelden zijn handel, het vrij verkeer van goederen, van personen, diensten en kapitaal. Landbouw en visserij, vervoer, sociaal beleid, milieu enzovoort.
Onder dat supranationale beleidsniveau zijn er dan nevengeschikte beleidsniveaus, dus die eigenlijk evenwaardig zijn. Dat zijn het federale niveau, het gemeenschapsniveau en het gewestniveau. Vele mensen denken dat het federale niveau boven die andere twee staat, maar dat is niet het geval. Die drie zijn dus evenwaardig aan elkaar. En ze hebben alle hun eigen bevoegdheden. Laten we beginnen met het federale niveau. Dat heeft wel steeds minder bevoegdheden, vooral sinds de laatste, de zesde staatshervorming. Maar het heeft er nog heel wat. Het is bijvoorbeeld bevoegd voor het beleid in zaken werkgelegenheid, defensie, de Nationale Bank, de ordehandhaving in België, internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking liever, pensioenen, kernenergie enzovoort, om maar een aantal voorbeelden op te sommen. Daarnaast, niet eronder, maar ernaast, is er het gemeenschapsniveau, dus van de drie gemeenschappen. Dat niveau is onder meer bevoegd voor het onderwijs, maar pas op, daar zijn uitzonderingen, zoals de leerplicht. En het is vooral ook bevoegd voor culturele aangelegenheden, zoals musea bijvoorbeeld, en persoonsgebonden aangelegenheden. Dus dat is echt iets dat op niveau van de gemeenschap wordt georganiseerd. En dan daarnaast is er het gewestniveau, nog steeds evenwaardig. Het gewest is bevoegd voor territoriumgebonden beleidsdomeinen, zoals we die officieel noemen. Zoals ruimtelijke ordening, leefmilieu, huisvesting, waterbeleid, landbouw enzovoort. En niet daarnaast, maar daaronder moet ik eigenlijk zeggen, zijn er dan nog andere beleidsniveaus, twee ondergeschikte niveaus, die ten opzichte van elkaar dan weer evenwaardig zijn, de provincies en de gemeenten. Dus laten we beginnen met de provincies. Die kunnen optreden officieel in elke aangelegenheid die van provinciaal belang is, zolang de provincie daarbij de bevoegdheid van de gemeente en de hogere overheden respecteert. Dus die hogere overheden die ik zo net heb genoemd, het federale niveau, gemeenschapsniveau en het gewestniveau. En het zijn de gewesten die bepalen wat tot de bevoegdheid van de provincies behoort. Een aantal voorbeelden zijn provinciaal onderwijs, de zogenaamde provinciale rampenplannen die af en toe worden afgekondigd, huisvuilverwerking enzovoort. En tenslotte is er dan naast dat provinciaal niveau ook een gemeentelijk niveau. En hier geldt praktisch hetzelfde. Dus je gemeente kan optreden bij aangelegenheden van gemeentelijk belang, maar mag daarbij de bevoegdheid van de provincie en de hogere overheden niet, moet die blijven respecteren, laten we het zo zeggen. En ook hier bepalen de gewesten in ruime mate wat tot de bevoegdheid van de gemeente behoort. Een aantal voorbeelden daarvan, van dus de gemeentelijke bevoegdheden, zijn OCMW's, de lokale politie, gemeentelijke wegen enzovoort. Dus dat was nu eigenlijk kort en krachtig, zou ik zeggen, de samenvatting van hoe het precies in elkaar zit, die verschillende beleidsniveaus. Persoonlijk vind ik het nog steeds heel moeilijk. Ik vind het ook heel vaag en onduidelijk. Op de fiches staat bijvoorbeeld dat het federale niveau verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid in België, behalve voor de gezinsbijslag. Daar zijn de gemeenschappen dan verantwoordelijk voor. En er staat bijvoorbeeld ook dat het federale niveau verantwoordelijk is voor internationale betrekkingen, maar de gemeenschappen die zijn dan weer bevoegd voor internationale betrekkingen met betrekking tot de gemeenschap. En de gewesten zijn bevoegd voor internationale betrekkingen met betrekking tot de gewesten. Dus wat is dat dan precies? Heel vaak staan ook vage dingen in de tekst, zoals de gemeenten die staan in voor verscheidene aspecten van het gezondheidsbeleid. Maar wat is dat dan, die verscheidene aspecten? En heel vaak staat in de tekst ook behoudens enkele uitzonderingen. Waarover gaat het dan precies? Ik vind het heel erg ingewikkeld. Er staat ook letterlijk in dat het verdelen van die bevoegdheden onder de nevengeschikte beleidsniveaus geen eenvoudige klus is. Dat staat letterlijk in die fiches. Dus ik neem het mezelf alvast niet kwalijk dat ik er zelf geen touw meer aan kan vastknopen. Maar goed, die bevoegdheidsverdeling, dat is eigenlijk iets dat voortdurend blijft evolueren.
En sinds de federalisering van België worden de bevoegdheden, zoals ik al zei, stapsgewijs overgeheveld van het federale beleidsniveau naar de gemeenschappen en de gewesten. Natuurlijk komen daar heel wat onderhandelingen bij kijken. Want de verschillende partijen, vooral dan de Vlaamse en de Franstalige partijen, die durven hierover wel eens van mening te verschillen. Maar hoe komt het nu dat dat zo ingewikkeld verdeeld is en dat die bevoegdheden worden overgeheveld, onder andere? Wel, blijkbaar heeft dit twee verschillende doelen. Ten eerste efficiëntie nastreven, door eigenlijk een schaalvergroting te kunnen bekomen. En ten tweede is de bedoeling ook om het beleid dichter bij de burgers te brengen, door bepaalde bevoegdheden door te schuiven naar de gemeenschappen en gewesten die dichter bij de burgers zijn. Met andere woorden, er bestaan dus 6 beleidsniveaus in België. Die kan ik eventueel nog eens opzoomen. Dus de EU, de Europese Unie. En dan daaronder de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Die 3 zijn evenwaardig aan elkaar. En daar nog eens onder de provincies en de gemeenten. En die zijn dan weer ondergeschikt aan de vorige 3. Nu, om even terug te komen op de hamvraag. Hoeveel regeringen zijn er nu in België? Wel, als we weten dat de gemeenschappen en de gewesten alle hun eigen regering hebben, dan kun je de optelsom eenvoudig maken, hè, want er zijn 3 gemeenschappen en 3 gewesten. En dan is er nog eens de federale regering. Dus dan zou je denken, dan moeten er 7 regeringen zijn. Maar dat is niet het geval. Er zijn er maar 6. Want Vlaanderen die heeft maar 1 regering voor de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest samen. Nu, in principe bestaan er in Brussel dan ook nog gemeenschapscommissies. Ja, het is nog niet gedaan. De Vlaamse gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie. De Vlaamse gemeenschapscommissie is bevoegd voor taken van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijke gewest. De Franse gemeenschapscommissie op zijn beurt, of op haar beurt, is dan weer bevoegd voor het omgekeerde, dus de taken van de Franse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest. En ook die worden door sommigen als regeringen beschouwd. Dus ik denk dat het daardoor is dat sommigen aan een cijfer komen van tot wel 9 regeringen bij ons. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal, want de mandaten in die commissies die worden ingevuld door mensen die ook uit de Brusselse hoofdstedelijke gewestregering komen. Sorry voor alle moeilijke termen. Maar alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg was, bestaat er in Brussel ook nog eens een gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, toch wel, die beide gemeenschapscommissies verenigt voor gezamenlijk beheerde instellingen. Ja, toch wel. En dan zal ik maar niet ingaan op het feit dat er in die gemeenschapscommissies mensen zetelen uit het Brusselse gewest. Ik zal het hier gewoon bij laten. Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd en zijn jullie toch een beetje uit dit doolhof geraakt. Hebben jullie dus iets bijgeleerd over wat ik, denk ik, volledig terecht en zelfs met een understatement een nogal ingewikkeld landje kan noemen. Bedankt.